Ik woon in Nieuwkoop en een van mijn favoriete wandelingen is langs de Westveense Molen. Toen ik daar vorige maand weer een keer liep, dacht ik, kom, laat ik eens kijken, wat staat hier op dat bord? En daar had ik echt een Eureka-moment. Ik las dat deze Westveense Molen, het origineel althans, in 1672 is platgebrand door de Fransen. En hoe bijzonder is het dat je dan al zo lang in een gebied kan wonen zonder dat stukje historie te kennen? En dan rijst ook meteen de volgende vraag. Wat gaan wij eraan doen en hoe gaan we dat nou doen om bij de mensen die in een gebied wonen beter te vertellen hoe bijzonder dat gebied is en vooral ook hoe ze dat kunnen beleven? Mijn naam is Joke Pelser. Vanaf februari ben ik werkzaam bij de Stichting Oude-Hollandse Waterlinie als marketingcoördinator. Een leuke club met een mooie taak. Het beter bekendmaken van de Oude-Hollandse Waterlinie. Dat kunnen we niet alleen, dat gaan we samen doen. Want de Oude-Hollandse Waterlinie is ook van ons allemaal. Dus met elkaar gaan we er een sterk merk van maken. Met elkaar gaan we het verhaal vertellen. Hier is inmiddels ook een plan voor geschreven. En onze taak is om daar uitvoering aan te gaan geven. Met elkaar. In 2022 bestaat de Oude-Hollandse Waterlinie 350 jaar. De ambitie van alle betrokkenen is om dit kroonjaar te markeren met een breed gedragen jubileumprogramma. De Stichting Oude-Hollandse Waterlinie heeft volgens opdracht vooral een coördinerende, verbindende en waar nodig ondersteunende rol. Het doel van alle inspanningen is niet alleen om samen een grotere doelgroep te bereiken en de OAW bekende te maken middels het 350-jarig jubileum, maar ook een duurzame beweging in gang te zetten voor de toekomst. Laten we eens kijken naar het programmaplan. Het programma voor het jubileumjaar kan er als volgt uitzien. We starten al in het najaar 2020 met een presentatie van het programma, een preview-evenement waarvoor u uiteraard alle uitgenodigd zult worden. We zullen natuurlijk ook de pers daar graag ontmoeten. Direct vanaf de start op 1 januari moet vervolgens het hele jaar feestelijk in de belangstelling komen te staan met een divers aanbod aan activiteiten, zoals u hier kunt zien. Het programma zal bestaan uit nationale, regionale en lokale activiteiten. Hiervoor zullen we de komende maanden verbinding zoeken met de lokale en regionale Oude-Hollandse Waterlinie coördinatoren per gemeente en per gebied. En dan het marketingplan. We richten ons dan wel op 350 jaar, maar we gaan via deze impuls voor een langdurig effect. In aansluiting op de sectorvisie 2025 investeren we in vinden, verbinden en verrassen. Het vinden is met name gericht op informatievoorziening en gastheerschap. Een goede website en een basisset van on- en offline middelen die we samen met partners in de markt zetten. Een on- en offline toolkit, de website oudehollandsewaterlinie.nl als centrale portal, één nieuwsbrief voor bezoekers en offline met bijvoorbeeld een activiteitenfolder, Oude Hollandse Waterliniekrant en eigen displays. Dan het verbinden. Dit bereiken we door het opbouwen en binden van een partnernetwerk. Er komen partnernetwerkactiviteiten, themabijeenkomsten. We werken aan ambassadeurschap, het verzorgen van een centrale database, ontwikkeling van partnerships, partnerpakketten en er komt een partnernieuwsbrief. En tot slot het verrassen door inzet op marketing en promotie. Hiermee willen we het bereik vergroten op allerlei manieren, zoals een campagne, social media, persbewerking, gebiedsherkenning, bebording. Ook dit willen we gezamenlijk met partners doen. Marketing, campagnes, pers en media inzet is iets waar we allemaal aan bij kunnen dragen. Tot zover waren dat de plannen. We hopen dat het duidelijk was en dat we er met elkaar straks in 2022 een prachtig jaar van kunnen gaan maken. Heb je na het beluisteren van het verhaal, het plan, de marketingstrategie nog ideeën of plannen? Neem dan contact met me op. Dit is mijn e-mailadres j.pelser@ohwl.nl, want ik kom graag met je in contact.
Ik wens jullie een prettige voortzetting en blijf vooral luisteren, want er komt nog veel meer. Tot ziens!